Hey, leuk dat je er bent. We zijn hier op de Champignondagen. Hier komen 3000 internationale bezoekers uit de hele wereld. Hier staan 120 exposanten die zich hier presenteren aan die bezoekers. Maar vandaag is een hele speciale dag. Vandaag zijn er 50 studenten uit Limburg, Brabant en Gelderland. Die komen kijken wat de sector te bieden heeft. Kom, we gaan kijken wat ze aan het doen zijn. Hey, zo lukt dit allemaal een beetje? Moet je kijken. Hey, Ko, alles goed? Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hey Peter, jij was net ook hier. Ja, klopt. Vertel eens wat meer over jezelf. Wat is jouw rol hier op de Champignondagen? Ik ben hier vandaag enerzijds om mensen te ontmoeten, maar ik heb ook mijn rol in de studentendag. Ik vind het heel leuk om de jonge mensen te ontmoeten. En ik mag vandaag vanuit het Paddenstoelenpact ook als jury meedoen op het beoordelen van de opdrachten. Ja. En hoe denk jij dat wij studenten moeten enthousiasmeren voor de sector? Dat weet jij veel beter dan ik, want jij bent een aantal jaren jonger. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je ze sociaal ziet te bereiken. Nou, dat is heel goed gelukt, denk ik, afgelopen tijd. En nu is het vooral zorgen dat ze zien wat de sector voor ze kan betekenen. Hoe enthousiasmeren we de jeugd? Nou, je begint de jeugd als enthousiasmeren door ze op te zoeken op de manier waarop ze gevonden willen worden. Dus we hebben een Facebook-campagne uitgezet. En we hebben jonge mensen aan het woord gelaten. Die hebben laten vertellen hoe leuk het is in de sector en wat ze doen. En vanuit die campagne hebben we de mensen verleid hier naartoe te komen. En ik vind het ook heel leuk dat we zo'n grote groep studenten hier hebben. Die toch op basis van die digitale campagne ons gezien hebben. Want ja, feitelijk als we 50 studenten hier hebben. En die vertellen alle 50 tegen 10 anderen of via social media of in de familie hoe leuk dat het was. Dan bereiken we toch 500 jonge mensen. Wat is het interessantste wat je vandaag al hebt gezien? Oh, dat is wel een lastige vraag. Ja, er is zoveel te zien, hè? Ja, er is echt heel veel te zien. En ik denk dat het interessantste is hoe circulair dat het is. Gewoon dat het echt eigenlijk alles zelf ook weer oplost. Het is geen afval te noemen, want het wordt er ergens anders gebruikt. En dat is denk ik de duurzaamheid. Wat vind je van de slogan, word jij ook zo wij van paddenstoelen? Ja, ik vind het echt een hele goede slogan. Ik heb hem hier vandaag al een paar keer voorbij zien komen en op social media. En ik denk dat er echt wel een leuke vraagstelling achter zit. Je wordt toch getriggerd om een beetje anders na te denken. En er zit echt wel toekomst in de championenwereld. Zeker als je kijkt hoe groot spelen Nederland is, dan zou er allemaal in moeten kunnen werken. We hebben jeugd nodig voor de toekomst. Een branche die geen jeugd meer heeft, die veroudert en vergrijst, dat moeten we niet hebben. Wij zijn denk ik op vele fronten bezig en we zijn blij met Mushroom Valley dat dit initiatief is genomen. Ik denk dat wij versterkt met elkaar door moeten gaan om te regelen dat we veel meer jongeren geïnteresseerd krijgen in de paddenstoelensector. Dat is de toekomst en daar gaan we voor. Dus jongens, wat vinden jullie van de slogan, word jij ook zo high van paddenstoelen? Dat is een zeer goede slogan. Ik denk ook zeker dat er heel veel toekomst zit in de championindustrie zoals je hier ziet. Blijven maar steeds meer nieuwere, grotere, betere machines ontwikkeld en gebouwd worden. Dus ik denk zeker dat daar een goede toekomst in zit. So far, what do you think about the Mushroom Days? I think it's cool, yeah. Nice being here. Yeah. I think it's about sustainability and the products we got to taste were very good. My colleagues were not able to tell apart from real meat. Yeah. So you think that's the future? Yeah, I think so, yeah. Ik ben heel blij dat de studenten dus vanuit die actie Facebook zo groot opgekomen zijn. We hebben ze vanmorgen om 9:30 ontvangen, ver de beurs, zodat we ze ook persoonlijke aandacht konden geven. Natuurlijk met een lekkere kop koffie. En we zijn begonnen met een worstenbroodje, want dat is natuurlijk iets Brabants, iets Den Bosch is het worstenbroodje. Waarbij ze niet wisten dat het geen worstenbroodje was, maar een broodje samengesteld met champignons. En dat vonden ze heerlijk. Vervolgens heeft Piet Lempes, de voorzitter van de beurs, de studenten ontvangen op een hele leuke manier. Ik heb zelf verteld wat er in de sector gebeurt, waarom we zo interessant zijn. Maar ook Ko Heumans vanuit LTO heeft verteld. En ook Peter van der Werf vanuit Paddenstoelenpact. Dus we hebben alle organisaties die actief zijn, hebben we aan het woord gelaten vanmorgen. En vervolgens ook de studenten geënthousiasmeerd en geïnspireerd om zeg maar gericht die beursvloer op te gaan. Dus we hebben ze uitgedaagd om rond te kijken, om een leuke slogan te verzinnen, om met ons mee te denken. Want ja, wij willen graag leren van de studenten. En ik denk dat, en ik hoop dadelijk ook, want het vervolg is dat we ze dadelijk in de lunch terug hebben. Dat we nog wat technische inleidingen hebben. En dat ik hoop dat we vooral weer feedback krijgen van de studenten.
Want wat kunnen wij van de studenten leren? Want wij hebben de toekomst en niet de jeugd. Maar als de jeugd ons dat vertelt, dan hebben wij straks ook weer de toekomst, want dan hebben we de jeugd. Zo, dit was de 35e editie van de Champignondagen. Veel mensen hebben mogen kennismaken met deze geweldige sector. We hebben deze 3 dagen met veel mensen gesproken. De studenten hebben zich allemaal vermaakt. Er zijn veel mensen aan het woord geweest. Lekkere hapjes gehad. We hebben zelfs champignonbier mogen proberen. Ook niet mis. En bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dankjewel.